bij Bobby. Bobby is een foxterrier. Foxterriers worden normaal geplukt. Maar Bobby is altijd geschoren geweest. Dus ik ga hem nu ook weer scheren. Dan wil ik even laten zien wat er gebeurt. Ik heb al een gedeelte geschoren. Kijk, dit is zijn vacht nu. Na een aantal maanden. Heel zacht is het geworden. Eigenlijk hoort dit gewoon zwart te zijn. Maar dan ga ik hem scheren. En dan zie je dat het gewoon helemaal grijzig is. En normaal moet dit een hele harde vacht zijn. Dat je hem zo in één keer kan plukken. Maar dat gaat dus nu niet. Hij is gewoon heel wollig. Gelukkig heeft Bob er geen jeuk van. Want het kan ook nog zijn als je een plukhond gaat scheren, dat hij daar jeuk van krijgt. Want er zit natuurlijk het onderwol zit er nog in. Maar ook de haar die er eigenlijk uit zou plukken, die zit ook nog in zijn vacht. Maar dat gaat goed met jou, hè? Ja! Kun je ook high five? High five? Woehoe.